een terugblik op opvallend nieuws van de afgelopen maand. Dat doen we elke laatste donderdag van de maand. Zo ook vandaag. Normaal gesproken hebben we dan een volle studio met de zanger Marciano Metz en gasten uit het nieuws. Maar ja, nu zijn we eigenlijk allemaal in het nieuws. Want dit nieuws treft ons allemaal, zonder twijfel. En in één woord samengevat, corona. Ongewild spelen we allemaal de hoofdrol in het belangrijkste nieuws van maart 2020 en misschien ook nog wel de komende maanden. Nou, jaren misschien wel. Jaren. Nou ja, goed. Jij maakt altijd nog even een stapje erger. Maar ik probeer het iets positiever te benaderen. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik vrees het ergste. Marciano Metz, niet in de studio dus, maar wel gewoon thuis. Want je woont op kamers, zie ik. Ja, nee, het lijkt wel zo. Dat is één van zijn kamers. Eén van jouw kamers natuurlijk. Van jouw miljoenen villa als artiest. Ja. Marciano, wat is jouw gevoel bij dit hele gebeuren? Ja, het is niet te bevatten wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Het is zo moeilijk, maar ik ben vooral heel dankbaar dat ik gezond ben. En de mensen om me heen natuurlijk vooral. Op dit moment. Dus daar hou ik me maar een beetje aan vast. En ik wacht een beetje af hoe wat er op me afkomt. Ja, gezondheid staat op plaats 1, 2 en 3. En dan komt eigenlijk pas ook het werk. Ja. Maar over het werk gesproken, hoe hard treft het jou? Ja, alles is gecanceld. Dus in ieder geval tot 1 juni. En ook na juni zijn de eerste optredens al gecanceld. Dus dit is wel iets waar ik in ieder geval tijdens het zingen wel heel veel last van blijf houden. Ik hoop dat het daarna natuurlijk weer aantrekt, maar dat is nog even onzeker. Ja, want het is natuurlijk die periode, daar valt natuurlijk het festivalseizoen begint dan. Hè, dus een groot gedeelte beslaat het ook van het festivalseizoen. Ja. Geen Koningsdag, geen bevrijdingsfestivals. Dat zijn natuurlijk ook een beetje de krenten in de pap voor artiesten. Hè? Ja, dat zijn de mooie dagen natuurlijk, waar je veel mag en kan optreden. En dat valt gewoon echt allemaal weg. En ja, het vervelende is vooral dat je weet gewoon nog niet hoe lang het gaat duren. Nee. Dat is natuurlijk ook vooral heel naar. En dat je natuurlijk je vrienden en je familie ook niet mag zien. Maar dat hebben we allemaal. Ja, dat is waar. En heb jij mensen in je omgeving die corona hebben? Want je zei mij vorige week dat jij zelf ook een beetje grieperig was. Dat was een normale griep? Of? Ja, nee. Vorige week had ik inderdaad wat last van wat klachten. Maar ja, je gaat natuurlijk, ben je ineens heel oplettend op als je iets hebt van oh, heb ik het of heb ik het niet? Maar dat was het denk ik uiteindelijk niet. Ik voel me nu ook gewoon weer kiplekker en niets aan de hand. Maar in mijn omgeving gelukkig nog niemand. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ik hoop echt dat het zo blijft natuurlijk. Gelukkig ook maar, ja. Hey, wat we zien bij veel artiesten, creatieve mensen, de hele cultuursector, die worden juist door deze periode worden ze creatiever. Ze moeten wel ook. En ze willen ook heel graag, want ze zitten maar thuis. En ja, met mensen zoals jij, dat is natuurlijk de eigenschap van ik kan niet stilzitten, want zo gauw ik stil ga zitten, dan gaat dat brein maar aan het denken en aan het ratelen over wat kan ik doen. Zijn er bij jou al veel ideeën naar boven gekomen? Nou ja, tuurlijk. Je bent altijd bezig en je bent altijd in een flow en je gaat maar door. En nu heb je ineens ook de tijd om iets voor anderen te doen. Dus ik was heel blij dat we dit item weer mochten doen en nu over dit onderwerp. Waarmee ik ook hoop dat mensen er wat steun uit halen. Daarnaast doe ik aanstaande zaterdag een live concert. Ik noem het zelf het Corona-cert vanuit huis. Dus dat ik liedjes ga zingen. Dat doe ik voor Brownies en Downies. Dat is natuurlijk een zorginstelling. En iedereen daar die zit natuurlijk ook thuis ineens. En die moeten zich ook vermaken. Dus ik probeer ze zo een beetje hard onder de riem te steken. Dus ze mogen dan zelf uitkiezen welke liedjes ik dan zing. En dat wil ik dan eigenlijk ook heel graag doen voor andere zorginstellingen. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Of überhaupt een zorginstelling. Dus die zijn altijd vrij om mij te contacten daarover natuurlijk. Ja. En hoe doen ze dat dan? Via je website of Facebook? Of misschien ook al via Facebook, gewoon Marciano Metz of via Instagram. Maar het mag ook via mijn mail, marcianometz@hotmail.com. Okay. Op die manier stuur me een mailtje. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Ja. En zo helpen we elkaar natuurlijk allemaal. Ja. Welke liedjes zijn er al gevraagd? Even denken hoor. Duurt te lang is gevraagd. Trots op jou is gevraagd. Iets van Replay, Een Mooie Dag van Jay Johnson. Oh ja, je merkt wel dat er best wel veel mensen liedjes zijn die vrolijke liedjes en even, Nederlandstalig. Even uit die, en ook wel Nederlandstalig en even uit die ellende. Ja, ja. Weet je, even iets luchtigs en dat de gedachten ergens anders naartoe kunnen. Normaal gesproken zing je dus in de studio voor de hoofdrolspelers uit het nieuws een lied. En dat doe je dan hier gewoon op het podium. En dat vinden we altijd hartstikke leuk. En dat willen we
ook, ik hoop ook dat het gewoon weer zo snel mogelijk weer plaats kan vinden in de studio. Jij hebt nu op afstand een clip opgenomen, omdat dat nieuws natuurlijk over ons allemaal gaat. Arm of rijk, het treft ons allemaal. Het nummer heet Samen Sterk. Wat wil je met dat nummer zeggen? Nou, dat het eigenlijk de maatregelen die we zijn genomen, dat we met z'n allen thuis moeten blijven en dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. En dat we iedereen zich moet beseffen dat het een kleine moeite is om die stappen te nemen. En als we dat met z'n allen doen en we samen sterk zijn, ondanks dat we niet samen kunnen zijn, want we zijn natuurlijk eigenlijk, de zaak is alleen, sommige mensen zijn echt helemaal alleen. Maar als we daar met z'n allen doorheen gaan, dan komen we hier samen sterker uit. En dan zijn we weer samen met z'n allen. Dus dat hoop ik een beetje mee te geven met het liedje. We hebben ervoor gekozen om te kiezen voor een liedje wat luchtiger is. In plaats van dat het heel dramatisch werkt. Oké. Zullen we gewoon gaan... Ja? Je zegt trouwens we. Wie zijn we? Ja. Ja, nee, ik heb samengewerkt met twee vrienden van mij waar ik vaker, eigenlijk altijd muziek mee maak. Dat zijn Kerem Kojak en Jay van Leeuwen. En we hebben dat op afstand natuurlijk gedaan, netjes van elkaar. Je zal in het filmpje ook wel zien, Kerem, die is de producer, die zat thuis. En via een videoverbinding hebben we contact gehouden. En Jay, mijn vriendin Merle was er, die was om te filmen, die hielp ook met de tekst. En ik hebben dan de teksten geschreven. En eigenlijk zijn we tegelijk bezig gaan op een hele aparte manier. Kerem is de muziek gaan maken, terwijl wij aan het schrijven zijn gegaan. Kerem heeft het opzetje naar ons gestuurd, zodat wij de vocals op konden nemen. Het weer teruggestuurd naar Kerem, zodat hij het liedje helemaal af kon maken. Dus het is een hele aparte manier van werken. Maar wel heel tof als het dan ook lukt, ook op afstand. Zeker. Zullen we gaan kijken en luisteren, want er is een clip dus ook van. En die zal de komende tijd ook vaak te zien zijn hier bij Omroep Flevoland. En dat nummer natuurlijk ook te horen. Marciano Mets en Samen Sterk. De eerste morgen lig hier in bed. Denk aan de toespraak. Het virus is hier, besef het nu echt. Ik voel dat het mij raakt. We moeten samen verder, moeten hier doorheen. Niet ik, maar wij, dit doen we niet alleen. Denk niet aan jezelf, maar aan iedereen. Wacht tot het werkt, samen staan we sterker. Denk aan de mensen om je heen. Samen sterker dan alleen. Samen nu sterk, maar niet te dicht bij elkaar. Samen nu sterk, we kunnen dit echt wel aan. Samen nu sterk, een klein maar toch groot gebaar. Dan komen wij er wel door. Hey. Zoveelste morgen zit nog steeds thuis. Weet niet wat ik doen moet, een zoveelste keer die puzzel gelegd. Maar het doet me maar geen goed. Hoe lang gaat dit nog door? Hoe lang houdt dit ons in de greep? We houden nog even vol. Leven mee met iedereen. We samen verder, moeten hier doorheen. Niet ik, maar wij, dit doen we niet alleen. Denk niet aan jezelf, maar aan iedereen. Wacht tot het werkt, samen staan we sterker. Het is toch niet echt zo'n probleem. Blijf toch binnen met z'n twee. Denk aan de mensen om je heen. Samen sterker dan alleen. Samen nu sterk, maar niet te dicht bij elkaar. Samen nu sterk, we kunnen dit echt wel aan. Samen nu sterk, een klein maar toch groot gebaar. Morgen kijk naar de zon, zie de mensen weer stralen. Ik geef je een kus, maar nu in het echt. We deden dit samen. Het is toch niet echt zo'n probleem. Blijf toch binnen met z'n twee. Denk aan de mensen om je heen. Samen sterker dan alleen. Samen nu sterk, maar niet te dicht bij elkaar. Samen nu sterk. Samen nu sterk, een klein maar toch groot gebaar.
Samen Sterk was dat. De première heeft het beleefd. De clip ook natuurlijk. Mooi gedaan. En dat in hoeveel tijd, Marciano? We zijn maandagavond begonnen en ik ben dinsdagavond nog een keertje geweest. Dus in twee avonden. In twee avonden heb je dit voor elkaar gebokst. Mooi hoor. Mooi ja. Ja, leuk. En nu? Dank jullie wel. Wat doe je er nou verder mee? We hebben het nu uitgezonden en we zullen het ook wat vaker gaan uitzenden de komende dagen. Het staat op onze site leuk. Ook. Jij zal het ook waarschijnlijk verspreiden via de socials? Ja, zeker. 100%. Ja. En verder? En ik hoop dat mensen er wat steun uit halen natuurlijk. Dat zou heel fijn zijn. Oké, okay, mooi. Wat we gezegd hebben, we zullen het de komende tijd vaker gaan horen. En ja, bij jou zeggen we ook, blijf gezond.